Welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Eelco Gielen. Eelco, je bent van het bedrijf e-mobility en je bent hier met het product The Electric Dutchman. Hij staat achter je. Ja, dat klopt. Ja. Wat is het? Wat doet hij? Ik ben van het bedrijf Specs e-mobility. Specs had ik het per ongeluk afgeknipt, sorry. Ja. Kleinigheidje, maar ja. Goed. De Electric Dutchman is een elektrische scooter. En die hebben wij gebouwd om niet zozeer de huidige elektrische scooters te vervangen, maar om een nieuw segment in de markt, zoals wij dat zien, de micromobility, het bezorgen van pakketten, het doen van maaltijdbezorgingen en dat op een scooter die speciaal bedoeld is voor de business-to-business markt. Oké, dus hij is niet in eerste instantie bedoeld voor de gewone, normale consument, zeg maar, die zich elektronisch wil verplaatsen, maar echt voor de bezorgers, voor de B2B. Ja, klopt. En waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Omdat op dit moment wij zien dat er een verschuiving plaats aan het vinden is van het gebruik van auto's en vrachtauto's, maar in ons geval vooral de kleinere transportoplossingen, naar veel LEVs, light electrical vehicles, waar onze scooter dus ook onder valt. En dat soort producten zijn er gewoon nog niet. Het zijn vooral consumentenscooters die omgebouwd worden om dan een bezorging te kunnen gaan doen of te gebruikt kunnen worden in de zakelijke markt. En wij hebben deze scooter echt gebouwd om in de zakelijke markt te gebruiken. Dat wil niet zeggen dat consumenten er niet mee kunnen rijden. Ja, wat heb je dan specifiek nodig voor de zakelijke markt? Want ik zie twee wielen, een zadel, een stuur en twee spiegels. Een bagage dragen. Volgens mij gewoon een scooter. Gelukkig maar. Ja. Gelukkig heeft hij dat en zijn dat in ieder geval een aantal elementen die aanwezig zijn. Nee, het frame van onze scooter bijvoorbeeld is vele malen zwaarder en robuuster uitgevoerd als dat van gewone producten. Ook de berekeningen en de testen die wij hebben gedaan met onze elektrische scooter, die zijn allemaal onder zwaar belasting, met rekening houdend met lading zijn die uitgevoerd. En dat is voor consumentenproducten echt anders. We hebben dus ook keuzes gemaakt ten aanzien van onderdelen die echt geschikt zijn om langdurig en veelvuldig gebruikt te worden. En dan wil ik niet zeggen dat het bij consumentenproducten niet het geval is, maar een scooter van 1000 euro is niet te vergelijken met onze scooter. En dat zit hem bijvoorbeeld in de keuzes die we hebben gemaakt ten aanzien van de componenten. Hey, en toen jullie mee begonnen met die idee, je zag zelf zeg maar een gat in de markt. Ja. Daarna ben je gaan onderzoeken, neem ik aan. Ben je gaan toetsen, gaan valideren of dat ook klopte. Ja. Want dat is een trend die nu aan de gang is. Hè? Alles wordt eigenlijk elektrisch in de bezorging. Of nu kleine autootjes zijn van Picnic die wij hier in Amsterdam zien. Ja. En dit is de volgende stap van jullie. Dus hoe groot zie je die markt? Ja. Ja. Hoe groot de markt is? Ja. Of hoe die ik zie? In ons geval zeker een groeiende markt. En het is wel een beetje lastig om dat te beoordelen. Omdat van oudsher scooters eigenlijk vooral door consumenten gebruikt werden. Sinds kort weten we dat ongeveer 20% van de totale scootermarkt dat zakelijk ingezette scooters zijn. Maar we zien wel dat die markt enorm aan het groeien is. Maar die cijfers die worden niet heel erg nauwlettend bijgehouden. Dus vooral research wat wij zelf intern doen om te zien dat die markt groeit. Maar we zien het ook wel aan de vraag van onze klanten. Omdat aan de ene kant het gebruik van auto's en busjes, dat wordt steeds moeilijker hè, voor verschillende oplossingen. En er is een zoektocht naar hoe kan ik dan toch efficiënt van A naar B komen en zoveel mogelijk meenemen. Uiteindelijk gaat het over een stuk efficiëntie ook. Ja, maar ik weet er niks van. Ik heb die niet gevalideerd, jullie wel. Maar je zegt, er moeten alternatieven komen voor het transport per busjes en vrachtwagens. Ja. Dat snap ik. Dan zie je de elektrische vrachtwagentjes, de elektrische autootjes waar veel in kan. Jullie komen met een scooter waar net een kistje achterop kan. Ik denk dan beperk je je toch tot de pizzacouriers en de dat soort dingen. Of zie ik dat nou verkeerd? Aan het formaat kan ik niks aan afdoen. Ja, maar wat kan je hier dan mee vervoeren? Nou, we hebben bijvoorbeeld ook een kar erachter. Hè. Dus je zou er een aanhanger in aan kunnen koppelen. En met die aanhanger bij anderen staat om veel meer mee te nemen.
Wat je er nog meer mee kunt vervoeren, we hebben bijvoorbeeld nou doen wij, zijn we bezig met een klant die in de ICT zit, toevallig ook hier in Amsterdam gevestigd. En die doen heel veel bezorgingen aan klanten in de binnenstad. Dus laptops, routers, allemaal van dat soort ICT-applicaties, die kan je er ook mee vervoeren. Dat stopt niet per se bij het bezorgen van maaltijden. En wat wel heel erg anders is ten opzichte van een scooter en een auto, is niet alleen het formaat, maar ook de plek op de weg. Wij kunnen namelijk gebruik maken, wij mogen gebruik maken van de fietspaden. En dat is een van de plekken op de weg die gewoon nog toegankelijk zijn en waar je niet in de file hoeft te staan om van A naar B te komen. Ja. Op het moment dat je een voertuig maakt wat op de rijbaan moet, dan zijn we niet efficiënt meer. Dus dat is wel een van onze voordelen ten opzichte van andere producten. Niet zozeer dat wij in grote volumes, dat is ook niet waar we ons in specialiseren, maar wel dat we een andere plek op de weg mogen innemen. Ja, ik vind het juist zo grappig, want ik zie jou binnenkomen met dat ding. Ik denk, wow, dat is een gaaf ding. Lekker stoere stalen frame, weet je wel. Ja. Maar is die gewoon helemaal niet voor mij bedoeld? Oh, nou, niet voor jou bedoeld. Want ik ga niks ermee bezorgen. Maar ik vind het wel een gaaf ding. Ja. Dus ik vraag me echt af van, weet je, je kiest dus voor het kleinere segment van de B2B. Ja. Maar waarom eigenlijk? Waarom niet gewoon het brede? Want je ziet toch in al die bezorgdiensten dat ze zeggen, ja, neem je eigen fiets mee. Ja. Je moet gewoon met je eigen fiets het eten bezorgen. Neem je eigen scooter mee. Waarom niet allebei? In dat geval zou ik toch zeggen dan dat de inzet zakelijk is. En dat al is het je eigen product, dat je wel wil gaan voor een kwaliteitsproduct. Waarvan het onderhoud en de tijd dat hij niet kan rijden, dat hij minimaal is. Ja, maar dat is toch ook voor consumenten een heel overtuigend verhaal. Want, ja. Maar de prijsstelling? €3.300, weet je. Als je, we hebben hier ook van Moven elektrische fietsen. Dat zijn ook duur. Ja. Die kosten ook €2.800. Ja. Geloof ik weet niet precies, kan ook iets minder zijn, maar... Ja, nou, volgens mij was de vraag net van waarom heb je hem ontworpen en ontwikkeld? Ja. En toen heb ik duidelijk gemaakt dat het ontwerp voor de zakelijke markt is. Wil zeker niet zeggen dat consumenten er niet mee kunnen of mogen rijden. Graag zelfs. Hij is gewoon te bestellen op onze website. Dus dat is al één. En hij wordt aan consumenten ook uitgeleverd. En als een consument een kwaliteitsproduct wil, dan zou ik zeker onze scooter in overweging nemen. Zeker. Maar het ontwerp, daar hebben we altijd... Het heavy use, het zwaar gebruik hebben wij in ons achterhoofd gehad om hem met dat doel te ontwerpen en uiteindelijk dus nou ook te bouwen en te produceren. Ja. Hey, helder verhaal tot zover. Je zei zelf al, die hele markt elektrificeert. Ja. Iedereen duikt er ook op. Er zijn ontzettend veel partijen die bezig zijn met elektrische Zeker. Voertuigen in alle soorten en maten. Ja. Waarom ben jij hiermee begonnen? Waarom zijn jullie hiermee begonnen? Ik moet heel eerlijk zeggen, dat begon ergens wel idealistisch, in 2011 al. Toen liep ik op een oldtimerbeurs en ik hou eigenlijk van dingen die op wielen staan. Dat is misschien wat een mannelijke aangelegenheid, maar goed. Herkenbaar hoor. In mijn geval zeker. Oldtimers ook bij mij. Dus, ja, zeker waar. En toen, ik liep toen langs een stand met Sundabs en Kreitlers en alles wat echt wel helemaal geweldig is. Ik had een boeg trouwens. Ik ook wel. Solid, Ik heb er ooit nog eens een keer een verstopt voor mijn ouders, omdat ze niet mochten weten dat ik zo'n ding had. Ja. Maar toen dacht ik, het is gaaf, maar dit kan niet meer. Hè. Een tweetakt verbrandingsmotor, maar toch zo'n gaaf product. Het is jammer dat we dat niet meer zien. En we gaan dat natuurlijk bij de liefhebber zien, maar eigenlijk kan je daar met goed fatsoen niet meer mee gaan rondrijden. En dat is dan het stukje idealisme wat ik dan van nature denk ik bij me had, waarvan ik denk van ja, dat moet anders. En dat is denk ik voor mij altijd wel het grondbeginsel geweest van oké, waarom ben ik dan met deze scooter begonnen? Het was in de eerste instantie niet deze scooter. Ik dacht, ik ga Vespa's opkopen en ik ga die verbouwen en dan maak ik elektrische Vespa's van. Dan heb ik echt het gaafste product wat er is. Ja, daar was geen business case om mee te bouwen en te bedenken en te verzinnen. Dus dat heb ik wel geprobeerd, maar dat was gewoon niet te doen. En toen, op een zaterdagochtend, mijn zoontje was ziek. Die lag op de bank en ik zat met mijn laptop bij hem. Ik ben begonnen met tekenen. En ik denk, als ik ze niet om kan bouwen, dan ga ik hem gewoon zelf maken. Ja.
Alleen in 2011, 2012 was de markt er niet klaar voor. Dus toen is het een leuke idee, wat het toen eigenlijk gewoon ook was, is terug de koelkast. Ik heb het vooraan in de koelkast gelegd, want het moest een keer zo zijn dat er behoefte ging komen aan dit soort producten. En 2013, 2014, toen werden elektrische fietsen echt heel interessant. En toen was de Tesla Roadster, was ineens een Model S die iedereen wilde hebben. En de Prius Hybrid was al lang geen Prius Hybrid meer voor de geitenwolle sokken mensen, maar veel meer. Volgens mij was het zelfs business auto van het jaar geworden. Dus er was ineens acceptatie en die acceptatie kon ik alleen nooit voor elkaar krijgen. Daar had ik de markt voor nodig en die veranderde toen ineens zo hard dat dat idee wat vooraan in de koelkast lag, dat is eruit gekomen. En toen ben ik begonnen. Ja, we hebben hier best de nodige hardware mensen aan tafel gehad. Ja. Dat is een ongelooflijk ingewikkeld proces. Ja, is het zeker. Wist jij waar je aan begon? Nee, dat wist ik niet. Ik kan me toe zeggen van ja. Maar ik wist het niet. Nee. Een mooi ding tekenen is één ding. Zeker. Maar daarna dat, in al die componenten, met al die kwaliteitseisen, met alles alles erop en eraan produceren. Ja. Assembleren, kwaliteitsniveau op peil houden. Ja, en dan hebben we de pech dat we ook echt een automotive product hebben gebouwd. Wat inhoudt dat je naar het Rijksdienst voor het Wegverkeer moet voor typegoedkeuring, ja. Europese typegoedkeuring. En wat ook inhoudt dat het, wat ik ook niet wist, maar dat wij ook een gekwalificeerd bedrijfsproces moeten hebben voor het bouwen van de scooter. Dat gaat van inkopen tot en met hoe die uiteindelijk op een pallet staat om verstuurd te worden. En alles wat daartussenin gebeurt, dat is vastgelegd. Dat heeft ons getransformeerd tot echt een heus bedrijf. En waar niets meer aan het toeval wordt overgelaten. Ja. Daar zijn ook enorme investeringen mee gemoeid. Ja, zeker. Hoe heb je dat gedaan? Ik ben begonnen met een... toch wel met het concept bewijzen en door acceptatie te zoeken in de markt. Dus ik ben begonnen met een marktonderzoek, met alleen maar tekeningen en uiteindelijk hebben we een tweetal presentaties gemaakt. En toen ben ik op zoek gegaan naar partijen die naar mij wilden luisteren. En toen ik eenmaal die partij had gevonden en de bevestiging heb gevonden van dit kan echt wel eens gaan werken, toen ben ik een eerste fundingsronde gestart. Die verliep voor mij eigenlijk heel erg voorspoedig. Ik vond vrij snel iemand die privé-investeerde, ik kende hem overigens niet, het was niet mijn privé, maar die wilde investeren. En daarmee heb ik eerste concepten gebouwd. Hebben we meteen twee beurzen gedaan om te gaan zoeken van dat kleine groepje mensen wat ik gesproken had, is er dan ook op grotere schaal nog steeds draagvlak voor mijn product en voor mijn ideeën. En daarmee ook de bouw begonnen voor het team. Omdat ik het uiteindelijk ook niet meer alleen kon. En door het bouwen van de prototypes, daar had ik al extra mensen voor nodig. Dus met het vinden van funding heb ik twee mensen, die ik overigens in een ander bedrijf al in dienst had. Maar die hebben de overstap gemaakt naar de Electro Dutchman. Daar zijn we eigenlijk gestart. En met dat eerste geld maakte het in ieder geval mogelijk dat je... dat ik kon aantonen dat het een goed idee was. En dat niet alleen ik dat vond en een klein groepje mensen, maar dat er veel meer mensen dat vonden. En vanaf daar toch op zoek naar de juiste kanalen, waar ik uiteindelijk ook enorm op mijn neus ben gegaan. Dat gebeurt ook. Ja, wat bedoel je dan? Leg eens uit. Hoe ben je op je neus gegaan? Wat ik heel erg moeilijk vond in het begin, en overigens dat blijft heel erg lastig, alleen mijn netwerk verandert. Ik kan met iemand aan tafel zitten en ik kan niet per se aan hem zien dat hij geïnteresseerd is in mij om te investeren. En een ander, zolang dat gesprek niet daarover gaat, dat kan je niet op iemand zijn voorhoofd lezen. Dus je kunt mensen op straat tegenkomen die misschien best wel vermogend zijn en ondernemend genoeg zijn om te investeren, maar je weet het niet. En die mensen die zijn ook heel... slecht te vinden, die staan niet met naam en toenaam op internet. Er is geen lijstje van, bel die eens. Dus je bent ineens afhankelijk van
Ja, wie kent wie? Van netwerken, netwerk, van toevalligheden. Toevalligheden, cloud. Hoe noem je dat? We hebben dan crowdfunding-achtige websites. En daar ben ik uiteindelijk ook mee begonnen. Maar daar zitten ook partijen tussen die best wel het beste met je voort hebben, maar uiteindelijk gouden bergen beloven. Gaandeweg het project liepen de financiën behoorlijk op. En als die gouden bergen uiteindelijk geen gouden bergen zijn, maar heel iets anders blijken te zijn, ja, dan wordt het ineens heel erg spannend. En dan moet je toch zo vindingrijk blijven dat je weer op zoek gaat naar de volgende persoon die je kan helpen, of het volgende netwerk, of zodat je maar met iedereen maar in gesprek blijft en je verhaal blijft vertellen, net zolang tot daar tegen de juiste aanloopt. Waar sta je nu als bedrijf? Want ik kwam een artikeltje tegen uit de Bright, volgens mij van 2002 jaar geleden, denk ik, of zoiets. Vorig jaar, ja, dat klopt. Werd aangekondigd. Waar staan jullie nu? Hoeveel rijden er nu rond? We hebben vorige week, donderdag, hebben we de eerste 4 scooters echt afgeleverd. We hebben onze orderportfolio is voor de eerstkomende maanden al gevuld. En dat betekent dus dat we echt aan het produceren zijn. We hebben de hele concept, prototype fase, ontwikkelfase hebben we nou achter ons gelaten. En we zijn flink in productie. We hebben nou ook een hele fijne basis opgebouwd achter ons bedrijf. Dus een aantal investeerders die ons echt heel welwillend zijn en willen helpen en met raad en advies klaarstaan. Dus dat is fijn. Productie zijn we aan het doen, dus dat is hartstikke goed. En we zijn al aan het nadenken over vervolgproducten, nieuwe uitvoeringen van de Electric Dutchman. Maar ook toevoegingen op de Electric Dutchman, maar ook echt wel totaal andere producten als de Electric Dutchman. Dus we hebben zelfs alweer ruimte gekregen in onze hoofden om na te denken over wat de toekomst ons gaat brengen. Ja, al voordat je er meer dan 4 hebt verkocht. Dat vind ik toch knap. Ja, zeker. Volgens mij heb je nog wel een uitdaging. Dat is ook zo. Ja, ja. Hoeveel moet je er verkopen om per jaar om een beetje break-even te draaien? Ongeveer break-even ligt op een 600-700 per jaar. Zo. Ja. Ja, dan zou ik daar eens even op focussen als ik jou was. Ga die tip zeker ter harte nemen, alhoewel dat ik het erg moeilijk vind. Waarschijnlijk je investeerders die vragen dat ook al van je. Zeker. Mag ik nog even een raar technisch detail, want ik woon zelf in Amsterdam. Ja. Die scooters die worden allemaal gesloopt in Amsterdam of gejald. Ja. Dus die dingen zijn hartstikke duur. Ja. Wat doen jullie daartegen? Hij is connected. Desgewenst zit er een chip in en kun je zien. Maar doen jullie net als Van Moof die hier hebben gehad, bijvoorbeeld, je krijgt gewoon een nieuw als dat ding gejat wordt en zij sporen hem zelf voor je op. Doen jullie ook zoiets? Nou, zover zijn we nog niet. Nee. Ja, zeker. Ja, misschien wel. Misschien is het voor ons nog wel iets om te gaan overwegen. Zover zijn we nou nog niet. Ja. Maar hij is traceable doordat hij connected is. Ja, er zit een chip in en hij ziet er heel robuust uit. Dus dat is misschien het vandalisme antwoord. Ja. Maar het is ook een ander. Als hij echt bedrijfsmatig wordt ingezet, is het ook wel een ander apparaat. Dan staat hij niet, als hij voor een persoon is, dan staat hij bij mij op de stoep, et cetera. Ja. Maar als ik bij de Domino's Pizza zie, die rijden al die apparaten naar binnen en de rest van de dag is hij aan de rij. Dus er zitten ook andere gevaren aan, kan ik me zo voorstellen, dan de fiets die voor de deur staat. Ja zeker. Wil niet zeggen dat ze natuurlijk niet gejat gaan worden, maar wij zien wel dat er bedrijven, bij de meeste klanten bij wie we komen, worden ze pas uit de stalling gehaald op het moment dat ze ook gebruikt gaan worden. Ja, wie zijn jullie eerste grote bedrijven die jullie scooter gaat gebruiken? Ja, het hele leuke is een van onze USP's ook, dat je onze scooter kun je helemaal branden. Dus hij is helemaal aan huisstijl aan te passen. Frame kan een kleur krijgen, stickers. Nou, neem het en we maken het. En alle scooters die we verkocht hebben tot nu toe zijn allemaal unieke exemplaren. En dan moet je denken aan maaltijdbezorgingsmarkten. Maar er zijn er is ook een grote bank die onze scooter heeft gekocht. We hebben een verhuurbedrijf die uitjes zoals Solex rondritten doet. Alleen dat nou elektrisch uitvoert.
Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken, maar ze zijn allemaal uniek. Je komt geen dezelfde scooter tegen. Van hem moet je door op die verkopen, van die 700, voor mij niet. Ja. Dus wat je zei, we hebben ook al ideeën over... Zit je er af te vallen? Ook ideeën over volgende producten. Ja. Want hoe zie jij de toekomst? Zijn jullie een bedrijf dat in scooters doet, of... Ja, dat is een hele goeie. We hebben daar inmiddels al ook bij ons op het bedrijf uitvoerig over gediscussieerd. We zijn inmiddels tot de conclusie gekomen, en daar ben ik erg blij mee, dat we niet per se een scooterfabrikant zijn en ook niet gaan worden. Het is wel ons eerste product. Er zal ook zeker een vervolg op komen. Maar wij zijn veel meer een technologiebedrijf uiteindelijk, die zich wel richt op hardwareproducten, dat wel. We ontkomen niet aan software, zit ook in onze scooter. Bouwen we over het algemeen wel in samenwerking met onze partners. Dus nee, we zijn niet per se een scooterfabrikant. Maar wat zijn die nieuwe dingen die je al in je achterhoofd hebt? Waar moet ik aan denken? Een van de dingen die ik wel kan zeggen is dat we gaan met een mobiliteitsoplossing komen. En dat is een elektrische step, die ook manueel te steppen is. Dat zie je natuurlijk nou ook weer heel veel in deeloplossingen. Wij gaan hem alleen wel weer anders aanvliegen. Ook wij gaan die step weer voor zakelijk gebruik maken, zodat je ook weer kleinere cargo's mee kunt nemen. Je rugtas of post of you name it, het kan mee. Het zal ook een connected step zijn. Alleen de stap die wij gaan maken is dat het wel een elektrische step wordt die goedgekeurd gaat zijn voor het gebruik op de openbare weg. Want dat is op dit moment nog niet het geval. Eigenlijk alle steps die op dit moment op de openbare weg zijn, die mogen er niet op. Mm-hmm. En daar gaan wij wel verandering in brengen. Dus dat is nog wel een uitdaging. Laatste vraag. Als we jou over een jaar uitnodigen, hoeveel van die dingen rijden er dan rond? Dan rijden er tussen de 1000 en 1500 rond. Ambitieus. Als je 4 hebt uitgeleverd. Ja, maar goed, ik zei al, de ordeportefeuille is goed gevuld. Dus, mooi, als hij de maandag 8 doet en dinsdag 6. Dat is waar, exponentieel. Ja, ja. Zo gaat het gewoon gebeuren. Ja, gaaf. Ik vind het echt een geweldig ding. Ja, ziet er super uit. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Jij moest weg, geloof ik. We gaan even de sponsoren bedanken. Je mag pas weg als je losgekoppeld bent. Dat zal ik zeker doen. Ik ga nog even een rondrit maken hier door Amsterdam. Ja. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, dankjewel. Ja, graag gedaan. Tot ziens. Ja, hoi. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Freedom Lab voor de gastvrijheid. Bier & Co. voor de biertjes. PQR voor de hosting van de website. Hij is al weg, joh. Ja, gaat hard. En je hoort hem niet eens. Je hoort niks. Ja. En wie heb ik dan nog gemist? Jetstream uit Groningen voor de streaming van Topnames. We doen nog 2 uitzendingen extra vandaag. Normaal 2, vandaag doen we er 3. Dus blijf kijken als je live kijkt. En anders vind je alle uitzendingen on demand terug. Dag.